Sporten en bewegen blijkt dat het ontzettend bijdraagt om je lekker te voelen, zowel fysiek als mentaal. En het blijkt ook dat mensen met een kwetsbare gezondheid juist minder sporten. En we zouden zo graag zien dat ook zij ervaren wat sport met hun kan doen en hoeveel het hun kan geven. Wij zijn vanuit de beweeg- en sportsector de samenwerking gaan zoeken met heel veel partijen uit de gezondheid en uit de zorg. Als je een cliënt vanuit de zorg in beweging wil brengen, is het heel belangrijk dat je kijkt naar de verschillende stappen die daarvoor belangrijk zijn. Stap 1 is dat de zorgverlener goed gaat kijken hoe het beweeggedrag van de cliënt is en vervolgens gaat kijken hoe kan ik in actie komen om die cliënt naar beweging te brengen. De werkwijze is voornamelijk dat ik bijvoorbeeld als centraal zorgverlener kinderen krijg toegewezen via de kinderarts, de huisarts of via de GGD, dus de jeugdverpleegkundige. En dan ga ik met de ouders en kind in gesprek. COOL staat voor Coaching op Leefstijl. En die gecombineerde leefstijlinterventie is een programma van 2 jaar... waarin we met mensen aan de slag gaan om hun leefstijl te verbeteren. We zijn nu begonnen met een beweegprogramma, omdat we graag willen dat de mensen die deelnemen aan het COOL-programma gaan ervaren dat bewegen hartstikke plezierig is en dat je dat niet alleen maar voor je gezondheid doet, maar ook omdat het leuk is om mensen te laten voldoen aan de nationale beweegrichtlijn en uiteindelijk om mensen te helpen een weg te vinden naar een sportclub, zodat ze structureel door kunnen gaan sporten. Stap 2 is dat er een warme toeleiding plaatsvindt, waarbij je met de cliënt samen gaat zoeken naar een goede beweegvorm die bij die cliënt past. Warme toeleiding zorgt ervoor dat mensen die drempels ervaren om te gaan sporten, dat die drempels weggenomen worden. Of in ieder geval zo laag worden dat ze wel durven te gaan sporten. Maatwerk is super belangrijk, want jij bent jij en ik ben ik. En allemaal ervaren we op onze eigen manier redenen en drempels waardoor we niet gaan sporten. Het sporten geeft deze mensen onwijze boost in zelfvertrouwen. We merken dat ze niet alleen maar meer energie krijgen en vinden dat ze ergens bij horen, maar het zorgt er ook voor dat andere drempels lager worden, waardoor ze meer grip krijgen op hun eigen leven en ook andere stappen durven te ondernemen. Stap 3 is een laagdrempelige vorm van sporten waar de cliënt zich heel erg fijn, prettig en veilig voelt en die ook fysiek makkelijk aan kan. Wij bieden aan bij Rood-Wit dat kinderen kunnen voetballen. Ze kunnen, voor kinderen die op gezond gewicht kunnen zijn, hebben we ook een bepaald traject voor. Wat ook in de conditietraining zit en yoga fit. Als er meer clubs dit zouden doen, dus behalve het voetbal aanbieden, ook andere sporten aanbieden, dat je veel meer gezinnen ook binnenkrijgt. Het maakt het laagdrempeliger, omdat heel vaak hoor ik mensen zeggen, ja maar mijn kind kan niet voetballen. Maar bij ons gaat het niet alleen om het voetballen, het gaat ook om bewegen en een ontwikkeling van het kind qua beweging, qua sportiviteit, qua discipline, qua mentaliteit. Stap 4 is dat die cliënt een vorm vindt waar hij structureel een leven lang met heel veel plezier kan blijven sporten. Ik word er vrolijk van, dan had ik het gevoel ik heb het weer gedaan en dan voel ik mij gewoon weer blij en op mijn gemak en heb ik het goed gevoel. Ik heb weer gesport en daar word ik wel gewoon heel gelukkig van. Sport mee heeft mij geholpen om toch nog een plek te vinden waar ik zou kunnen tennissen in de buurt. En toen, toen zijn we eindelijk hier uitgekomen. Het geeft me een goed gevoel. De baan, de club, de mensen, de trainer, het groepje. Het zijn gewoon zulke aardige mensen. Wij hopen echt dat we kunnen laten zien dat sport en zorg een hele mooie combinatie is. Wat zowel voor de zorgverlener als voor de cliënt, maar ook voor de sportvereniging uiteindelijk heel veel gaat opleveren.